het is hier echt fucking drekkerig, man. Ik ga juist even pissen, als dat niet. Yes, Kills en Wichten. Ik zou de first zitten niet heen. Oh, gezellig weer een avond. Ik zou nog gaan first zitten vandaag. En dat doen we vandaag bij Kit van Hengelo. Volgens mij is het The Police, To Be in Hengelo. En ik zie alweer behoorlijk wat volk aankomen. Volgens mij verwachten ze ons en moeten onmiddag weer aan de tank vanavond. Ik denk dat we gewoon lekker een pilsje gaan doppen, want dit soort dingen duurt mij vaak al veel te lang. Ja. Het is vanavond Shotjes Night hier bij, of Shotjes aan. Ik weet niet hoe ze het hier allemaal doen met Kit van Hengelo. Maar ik heb er nog geen inhoud. En dan 5 seconden ben ik heb nog geen shotje aan. Daar gaat hij wel. Nu laten we zien hoe het moet. Ik vind wel dat ze onmiddellijk wel laten zien wie ze zijn hier, vrouw. Zo groot als een klerenkast. Oh, ik heb wel naar mijn zin nu al. Jeppe, we gaan laat naar huis vanavond, heb ik het idee. Oh, daar gaan we. Oh, ik voel me weer helemaal 12. Ja, dit is ook wel een mooie dag om bier te drinken, vind ik ook. Ik heb met je broer gesproken die zegt van echte verhaal moet je Kilian hebben. We zijn hier begonnen. We kwamen met, ik was hier met 2 andere vrienden, fietsen wij rond. Toen waren we nog vuurwerk aan het afsteken, 2 jaar terug. En we gingen gewoon kijken, was paardenstal helemaal, gewoon allemaal paardenstal. En dan zei je voor de gein, nou, als die komt gaan we catebone. En er zijn heel veel mensen, dat gaan jullie toch nooit lukken. We hebben de kerel opgezocht van wie het was. En dan gevraagd waar hij mogen gebruiken. In 2 jaar tijd hebben we dit nu opgebouwd. En we zijn alleen maar verder bezig. Ouders dachten van, ja, dat lukt ze nooit. Nou, kijk nou, hartstikke mooi toch. Hier heb je een vergunning voor me, jongen. Nee, we hebben gewoon contact met gemeente en politie en allemaal geregeld. Ze weten wel dat je hier zit natuurlijk. Zeker. Ze komen regelmatig kijken. En dan drinken ze er gewoon niet meer. Ze zijn nog een dienst, dan mogen ze niet drinken. Nee, wat gebeurt hier dan weer? Dit ga ik ook nooit begrijpen. Die vrouwen gaan altijd met z'n allen naar de wc. Ja, dat begrijpt het maar niet, man. Wat is dit nou? Gaan we met z'n allen tegelijk weer naar de wc? Ja, zeker. Wat doen jullie daar dan altijd? Ja, gewoon gezegd prazen. Het stinkt hier wel, maar gek. Wat heb je gedaan, hé? Jezus, wat kunnen jullie stinken, hé? Ja, ik wil er wel even in. Ja, in de wc, hè? Wordt weer even een bekeuring aan de broek. Dit is echt super goor, man. Hoezo doen jullie zo vies? Hoe vaak doe je dit in de week? Bier erheen, elke dag. Op zaterdagavond is bij jou de hand geholpen. Nodig iedereen uit. Door de week, van zondag tot en met vrijdag, dan zitten we hier met de kameraan. Oh, verdomme, man. Zondag tot en met vrijdag, dat ben echt precies mijn tijd al. Hey, maar hier moet een beetje gebeuren. De plaatjes draaien. Oh, ga ze hem draaien dan. Nee, ik hoor niks. Nog steeds niks. Wat moet ik horen dan? Dikke plaat van Henk Weegaard. Als een koning, ik rijd door zon en door regen. Dit is nog wel rustig. Dit is niet rustig. Oh, het was kerentroep trouwens. Ja. Maar ik heb nog geen hapjes of wat gezien, nog helemaal niks. Je kan linksom, je kan rechtsom, maar je kan ook gewoon titom. Dat is nu, hè? Dat is nu. Je hebt echt schuur, ik doe het. Jij doet wel ladies fiction, of niet? Hey, wat doe je? Maak een eigen programma of zo. Hier in blik. Hou eens op, man! We hebben hier een mooi dierentuin niet achter. We hebben varkens, we hebben kippen, we hebben van alles hier. Echt waar. Ik wil wel, op zich, die kant op. Maar ik durf niet echt, omdat je mij de hele tijd zit en zegt van, is hier zo drekker. Ik denk dat het onbegaanbaar is, maar ja. Godverdomme, man, ik kunt dat niet maken, of wel? Nee, ja, het is goed dat je me uitnodigt, maar dit is toch niet leuk? Hoezo wil jij een interview dan? Ah, dames en heren, ik kan niet Twents praten, maar dat maakt helemaal niet uit. Mijn ja. Yo! Je zou door alle gezelligheid bijna vergeten dat we nog even moeten kijken hoe de kids scoort op de ranglijst van de first zitten. We gaan even een checklist lopen. We gaan even beginnen met het bier. We gaan richting de koelkast en we checken even wat bier op jouw temperatuur. Ik geloof het wel, maar ik moet voor het keurmerk en ding. Ja, dit is hartstikke koud. Het is echt gewoon goed koud. Als je hier dus onmiddellijk naar het toilet in moet, de kind van Engeland is daar zelfs ook aan gedacht, hoor ik. Voor de mannetjes en de vrouwtjes, voor de kerels en de wichten, is alles voor elkaar. Als er 2 uitkomen, word ik gek. Ja! 2! 2-1! Aan alle faciliteiten zijn gedacht, hè? Ja, toe. Wat was ze daar? Maar ik moet ook gewoon mijn behoefte doen. Dit is goed gekeurd. Ik vind het mooi dat aan de vrouwleu is gedacht. Maar ik heb een plassetje. Hallo mannen. Die mogen we niet filmen. Het is in ieder geval aanwezig. De Kit van Hengelo. Door jou, hè? Heb ik nu een sneetje, hè? Wat doe ik dan? Jij hebt 40 bier uit die koelkast getiefd. Ah. Sorry.
Hier krijg je onwennig vieze ziektes van, hè? Ja. Naast de toiletten en de voorziening ben ik onwennig tevreden over. Ik heb hier niet gemist, verdamd. Nou, wij hebben gemist, hè. Waar zijn hapjes? De hapjes, ja, wij hebben een frituurpan. 2 weken geleden heeft de kip erin gepoept, dus daar zit het nog steeds in. Ah. Volgende keer als we hier terugkomen, zijn we gewoon lekker bruin fruit. De volgende keer, als jullie hier zijn, dan staat alles op tafel. Wij hebben natuurlijk bij de voorzitter de hier een mooie wijnsticker. Ik vind jullie hartstikke mooi een voorzitter de keurmerk verdienen. Dankjewel. Die biertje neem ik zo. Zelfs ik voel dat ik een klein pilsje op heb, zoals je wel merkt. Maar heren, hij gaat op de deur. Je moet maar op je keer willen hebben. Maar goed, gewoon goed aandruk, niet allemaal. Haatse flats. Ik vind het mooi. Hier mooi wijn. Kind van Hengelo. En we hebben het gezellig gehad. Vooral druk, hoe het gaat. Ondanks dat er geen hapjes waren, waren er wel leuke dames en leuke pilsjes. Daar houden we van. Dit is de outro. Dit komt aan het eind. Als jij nu fietst, komen we precies uit. Keer van Hengelo. Potverdikke me. Ik ga nog even. Zo er gewoon geen dop. Ik ga nog niet nozen, denk ik. Nou, we trekken nog heel los. Kom op. Hatsige. Oh nee. Dat was er weer de laatste aflevering van de voorzitter. Maar niet getreurd, want de voorzitter komt terug. Wil jij nou dat ik volgend seizoen bij jou langs kom voorzitten? Dan moet je even een e-mailtje sturen naar dit e-mailadres. En dan zie ik hoe doodmal je. Kom aan.